Oud-Rooms-Katholiek bisschop Monsignor Aloysius Sichem is niet meer. De geestelijke is gistermiddag op 83-jarige leeftijd overleden. Sichem werd op 14 augustus 1960 tot priester gewijd en op 7 februari 1970 tot bisschop. Zijn installatie was op 24 oktober 1971. Dit ambt heeft hij vervuld tot 2003, toen hij vanwege een herseninfarct zijn ontslag moest indienen bij de paus in Rome. Tot dan heeft Sichem 32 jaar dienst gedaan als hoofd van de katholieke kerk in Suriname. Hij wordt opgevolgd door Wilhelmus de Becker. Eerst als apostolisch administrator en later als bisschop van Paramaribo. Op een vandaag belegde persconferentie op de kanselarij ging huidig bisschop Karel Tjuni in op het overlijden van zijn voorganger. Volgens hem leefde Sichem volledig volgens het Latijnse wapenspreuk, namelijk amore traxit omnia, wat zoveel betekent als door de liefde iedereen naar zich toe trekken, zegt Tjuni. Ook zijn ziekte heeft hij op waardige wijze gedragen. Monsignor Sichem is 14 jaar ziek geweest en hij heeft zijn ziekte met waardigheid gedragen. Hij kon de laatste tijd niet meer spreken, maar hij was aanwezig en heeft alles heel bewust meegemaakt. Hij is gisteren dan kalm en zacht van ons heen gegaan. Bisschop Tjuni omschrijft oud-bisschop Sichem als een stabiele figuur in de leiding van de katholieke kerk. Hij hield ook goede relaties op na met de overige christelijke kerken in Suriname, met name via het comité Christelijke Kerken CCK. De overleden kerkleider is medeoprichter geweest van de Interreligieuze Raad in Suriname, IRIS. Hij heeft dus ervoor gezorgd en ertoe bijgedragen dat we in Suriname een samenleving hebben waar de verschillende christelijke groepen en de verschillende godsdienst in vrede en harmonie leven. En dat is samen met de anderen een van zijn grootste verdiensten voor onze samenleving. Zaterdag is het afscheid nemen in de kathedraal vanaf 3 uur 's middags tot 7 uur. Daar begint er een vesperdienst waarin gebeden zal worden. Zondag is de uitvaart van 3 uur, vang die aan. Op zondag is er geen gelegenheid meer om afscheid te nemen, alleen zaterdag. Dus ik wil iedereen oproepen om zaterdag afscheid te nemen van Monsignor Sichem in de kathedraal. Er zal dan gelegenheid zijn vanaf 3 uur. Bisschop Karel Tjuni van het Rooms-Katholiek Bisdom. We spraken hem naar aanleiding van het overlijden van de Monsignor Sichem gisteren. Sichem werd 83 jaar. Hij wordt aanstaande zondag begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats.